ik ben Johanna Nijthuffer en dit is mijn vlog. Wekelijks geef ik jullie een kijkje in mijn leven met mijn twee ponies Butterfly en Schumer. Wij zijn net aangekomen bij VDL Stut in Weers en het is een Henkse show en ik heb er echt super veel zin in. Nou, ik zit nu even in de stallen. Ik ben hier even aan het kijken. En hier staat een hengst. En er zijn ook allemaal prachtige mensen. Oh, dit is echt lief. Hallo. Hallo. Echt een mooi paard. Misschien kan ik het hier een beetje. Oh. Oh, loop je een stukje achter, kan ik je goed zien. Hallo. Hier staat echt een heel klein lief vleugeltje. Hallo. Hallo. Allemaal knotjes in, omdat ze zo meteen dus een rondje gaan lopen. En die is echt heel lief. Hallo. Dit is echt lief. Hallo. Hier staan twee veulens die in 2016 zijn geboren. Dus die zijn al een jaartje oud. Hallo. Bij de familie Holven in Steenbergen. Vader Hennessy zal zo dadelijk zijn opwachting maken. Moeder die erbij loopt is een dochter van Jetset D. En dan de Nimmerdorzoon Soetuin. En daarachter het bloed van Columbus. Groot Veurne, Veurne met maat. Heeft Henk zelf ook. Veel opdruk, dames en heren, veel triet. Makkelijk Draven is de naam. Gevolgd bij de familie Nobach op Ende. Veurne van 5 maart. Friedrich Zalt. Hennessy. In combinatie met Fleming en Houston. Nobach op Ende. Super dat de fokkers weer mee willen werken hier op de VDL-Stut Show. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ik dacht nu al was roeken. Kijk. Apartheid komt er direct uit, mensen. Apartheid komt er direct uit. Zijn maar die momenten die je niet vergeet op zo'n middag. Hij blijft indruk maken. Dus over 3 jaar, richting de verlichtingen, is het Melbourne VDL van Global Express, Arezzo Emilio. Is de beste wedstrijd. Prachtige drafmomenten bij de binnenkomst van Voorlegger. Mooie schaar met een mooie overtreding van het linker achterbeen voor het rechter achterbeen. Dat is natuurlijk heel wat anders dan de springspot. Maar we hebben hier natuurlijk ook heel veel dressuurliefhebbers met fijne hengsten, met fijne dressuurhengsten hier. Een mooie verruiming. En weer sluiten. En dan komt hij weer mooi terug op het achterbeen. Heel mooi, Stephanie. Natuurlijk een hengst binden, dan ferro. Dat is een combinatie die natuurlijk heel veel activiteit geeft in het achterbeen. En dan de Niro. Met altijd een mooi frame met de Niro's. En dan weer mooi verzamelen en weer terug op het achterbeen. En dan kun je zien, dan gaat hij dalen in het achterbeen en dan neemt hij heel mooi het gewicht over en dan weer een werkpirouette. Mooi sluit, mooi doordraaien, super, mooi buigen. Heel goed gereden, Stephanie, super. En dan weer uit, klasse. En dan weer schakelen. Voor legends van Victor, Ferro, Venimo, paar weken gelijk geleden maakte ze de debuut in het Z6-zwaar met een overwinning. Al een prachtige score van bijna 70%. Voor legends met Stephanie. Hier is de dekbalk en dan springt de hengst daarop en dan wordt het zwemmer gewonnen. En hier wordt het dan bekeken en dan wordt het gestuurd. En dit is
kindertje is gisteren geboren. Mooi entree van deze bloedmooie Desperado, dames en heren. En Jacques-Marc heeft de microfoon alweer overgenomen van Pieter Kersten. Zal ook Agnes Scholten zijn Desperado hier begeleiden. Dank u wel, Bert. Desperado, zoals we zeiden, de Vivaldi-zoon. De zoon met een fantastisch karakter. Zoals eigenlijk alle Vivaldi-kinderen, zoals ik weet, een fantastisch karakter hebben. Heel meewerkend. Als jonge paarden zeer veel gewonnen in de sport, de jonge paardencompetities. Fokkerij succesvol, van meerdere goedgekeurde zonen. En Emily is er zelf helemaal gek van. Heel knap. Ik denk dat we er nog een klein applausje voor moeten. Ik ongeveer van deze dag staan. Die gaat heel mooi door. Top. Daarom, dat doen we het jongens. Eigenlijk in de dressuursport heel belangrijk is. Top karakter, gezondheid van alle dressuurpaarden. En drie voeding aan. Natuurlijk gaan we kunnen nu met vijf voeding aan. Zoals je deze al ziet. Een hele mooie passage in de achterbij. Mooi jaren in het achterbeen. Mooi berg op. Super daar. Super. Heel klein al. Heel goed. Klasse. En nu is ze mooi naar rechts. Naar de negen Emily. Die nu hebben we heel veel aan gehad. Top. Mooie voorstelling. Nou, een rondje voor de focus voor jou. En dan denk ik dat het super is. Een applaus. Ja mensen, we gaan ze even mee op de lat van de muziek. Desperado, Emily Scholtens. Ik hoorde het niet. Een beetje harder. Hij kan het hebben. Goed zo. Fantastisch aan het worden, Emily Scholtens, Desperado, uw applaus! Dat is het moment van kippenvel. Normaal gesproken ben ik niet zo heel snel emotioneel. Gelukkig dat het filmpje tussendoor kwam. Mensen, bedankt. Ik heb hier geen woorden voor. Ik vind het geweldig. Zoals iedereen hier altijd achter mij staat. Zoals de familie van de Lagerberg achter mij staat. Dat we hem nu herinneren aan zijn allermooiste momenten. Ik weet niet hoe die ook niet zeggen. Dat vooral jullie als publiek hier zo enthousiast zijn. En ik hoop, als we meneer Van der Lagerberg het goed vinden, dat we eindigen met een rondje springen hier. Maar hij is super fris, hij is eigenlijk er wel helemaal klaar voor. En dan stellen wij misschien geen grote prijs meer, maar voor mij wordt dit een rondje grote prijs weers. En dat is wel net zo mooi.
Hoge Nijstanders, Jurgen, Zinnakel, Toeniel, nog één keer. Historische momenten, en u kunt zeggen, u was erbij. Daar komt ie. We hebben net al een paar strengengsten gezien. Dat geeft hij straks door aan zijn nakomelingen. We hebben een paar van gehad. En die manier van springen, kijk u zelf, dat is toch fantastisch. Zijn laatste grote prijs. Grote prijs, Tobias. Je had het over humaniteit. Humaniteit wint de strijd. Applaus! Graag de winnende golfer bij Mieke van der Lagerweg. De laatste sprong samen. Janko heeft de beste nog een grote prijs opgebouwd. En dan kunnen we nog één keer zien hoe makkelijk die springt. En dan gaat ze! Ja! Die handen namens in de opperdagen. Dank u wel. Ja, het is natuurlijk ook niet leuk om je paard dan weg te doen. Nee, ik vond het ook gewoon een heel mooi afscheid. En daar heb ik ook zijn handtekening op. Die staat, kijken. Hier. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Je kan het ook niet heel goed zien, maar ik heb toch een handtekening. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet onder niet te abonneren.